Hallo, mijn naam is Joost en ik wil vandaag laten zien hoe wij de verkeersregelinstallaties in Delft hebben georganiseerd. Op een groot kruispunt, zoals Ruistenberenbroekstraat, Beatrixlaan, staan verkeerslichten en met name voor de doorstroming van het verkeer. De wachttijdversteller geeft een indicatie aan de fietser hoe lang het duurt voordat hij groen krijgt. Voor voetgangers met een visuele beperking zijn er rateltikkers. Het tikkend signaal heeft een lage frequentie bij een rode lamp en een hoge frequentie bij een groene lamp. Een speciaal Delfts verkeerslicht is geel knipperen voor voetgangers. Bij geel knipperend licht mag de voetganger op eigen risico oversteken. Ook staan er verkeersregelinstallaties voor de veiligheid bij scholen om de zwakkere verkeersdeelnemers te beschermen. Vanuit de verkeersregelkast worden alle detectieinformatie verzameld en worden alle verkeerslantaarns aangestuurd. De verkeersregelautomaat is het hart van de verkeersregelinstallatie. Op grotere kruispunten blijven de verkeersregelinstallaties 24 uur draaien, 7 dagen lang. Op kleinere kruispunten schakelen ze 's avonds om 9 uur uit en worden 's ochtends om 7 uur weer ingeschakeld. Alle data van onze verkeerssystemen komen binnen in onze centrale, op onze servers, waar alle informatie verwerkt wordt en boven getoond worden op 2 grote beeldschermen. En wij kunnen ook verkeersregelinstallaties zelf aan- en uitzetten en bedienen op afstand. Als gemeente Delft zijn we erg flexibel. Storingen of wijzigingen die 's ochtends binnenkomen, kunnen we dezelfde dag al op straat aanpassen en zelf laden. Inmiddels hebben wij 45 verkeersregelinstallaties in beheer. Dit was het. Ik hoop dat jullie hiervan wat hebben opgestoken. Tot ziens.